Goedenavond, welkom bij les 3 informatica. In deze serie, die nog wel even gaat duren, wil ik het complete examenprogramma informatica met jullie doornemen. Alle thema's, 6 domeinen en de 12 keuzedomeinen. Dus we zijn nog wel even bezig. Dit is les 3. We hebben tot nu toe informatica samengevat via dit stroomdiagram. Input, verwerking, output. Samen vormen ze een informatiesysteem of informatiesystemen. En bij informatica gaat het dus over het vak. Wat zich bezighoudt met het analyseren, met het evalueren, met het ontwikkelen, met het beheren van informatiesystemen. Ik wil deze les verder met het filosoferen. Waar we in de vorige les al mee begonnen zijn. Filosoferen is gewoon het nadenken over. En in dit geval ook zonder al te veel vastgelegde kaders, vooraf vastgelegde kaders. We willen gewoon bij jullie prikkelen om na te denken. En je dus vragen te leren stellen. Welke vragen zou je moeten stellen vanuit het vak informatica ten aanzien van het basisstroomdiagram? We zijn begonnen met data. Welke data stoppen we in het systeem? Wie bepaalt wat welke data? Hoe kom je aan die data? Is het betrouwbaar, die data? Kijk, dit lijstje kunnen we nog wel een beetje doordoen. We kunnen hier nog wel meer dingen bij zetten. Is het betrouwbaar? Wie bepaalt dat eigenlijk, dat het betrouwbaar is? Hè? Dat is natuurlijk ook alweer. Van wanneer is iets betrouwbaar? Dat klinkt als zijnde alsof we dat altijd met elkaar eens zijn. Dat is niet waar. Kijk, betrouwbaar heeft ook met waarheidsvinding te maken. Vanuit verschillende culturen gezien wordt er meer of minder waarde gehecht aan dingen, dat dingen waar zijn of niet. Sommige culturen is belangrijker dat dingen werken dan dat dingen waar zijn bijvoorbeeld. Maar goed, dan dwalen we misschien wel iets te veel af. Maar betrouwbaar, wat bedoelen we met betrouwbaar? Bedoelen we daarmee waarheid of niet? Of vinden we het ook best dat dingen fake zijn? Bestaat waarheid? Oké, nou, in ieder geval data. We kunnen nog wel veel meer vragen stellen. We gaan even snel toch ook verder. Ik heb gezegd van input, daar kun je zeggen een kolom. Met daaronder daar kun je de vragen bij formuleren die bij die kolom horen. Bij de input kolom, vragen ten aanzien van data. Maar die pijl zelf is ook een kolom. En daaronder staan dus foutloos, robuust, veilig, prijsjes en dingen waar je op moet letten. Bij het transporteren van de data in je systeem, binnen je systeem. Om naar de volgende stap te kunnen gaan. De volgende stap is verwerking. Nog even over dat verplaatsen van data. Hoe gebeurt dat? Dat is toch ook belangrijk om dat je af te vragen. Omdat als je dat doet, dan ontdek je dat je daarmee ook helpt om de andere vraag te beantwoorden, zoals veiligheid en privacy. Bijvoorbeeld, geef voorbeeld van, als je data verplaatst over het internet, dus dat data verplaatst worden via het internet tot in een applicatie, wat vaak gebeurt, data wordt verzameld, je telefoon wordt doorgestuurd naar een applicatie, en dan lees je je locatie, Google Maps en zo, en die leest natuurlijk waar je bent op dat moment, en dan verwerkt hij dat tot een route waar je naartoe wil. Nou, goed. Dus die data wordt verplaatst. Ja, internet. In dat moment is het ook door de GPS. Maar stel, je data wordt verplaatst over het internet. Je doet bijvoorbeeld een bestelling via het internet. En daar moet je gegevens invullen, een account aanmaken, dingen betalen. Gaat allemaal via internet. En je wilt daar rekening mee houden dat dingen veilig en privacygevoeligheid, dat je daar rekening mee houdt, dan wat betreft internet, dan moet je dus opletten dat er een SSL-certificaat bestaat voor die website waarmee je verbinding maakt. Want dan kan namelijk
die website op HTTPS, dat is een protocol, een security protocol, geladen worden. Dus, en daarmee wordt bereikt dat de gegevens die verstuurd worden via die website over het internet, dat die encrypted zijn. En dus als het, nog als het certificaat niet bestaat voor een website, het SSL-certificaat, dan is het niet mogelijk om je data encrypted te versturen op het internet. En daardoor krijg je bij de meeste browsers tegenwoordig de melding van, als er geen S onder staat, als een website geen S heeft in de URL, betekent heeft hij geen SSL-certificaat, security-certificaat, dan wordt je data dus niet encrypted en krijg je de melding dat die website niet veilig is. Terwijl het gebruiken van die website best veilig kan zijn in het bekijken van informatie. Maar op het moment dat jij dus gegevens gaat versturen, doorgeven aan die website, gegevens over het internet, de data over het internet via die website verstuurd wordt, dan is je privacy niet gewaarborgd. Ja, dus het verplaatsen van data, dat vraagstuk in de informatica is best belangrijk. Het is niet zo dat je de input, verwerking, output, oh, drie fases slaat. Nee, die pijltjes er tussenin, die vragen ook aandacht. Wat betreft verwerking, hebben we gezegd software, hardware. Wat betreft software, wil ik eventjes apart aandacht. Wat bedoelen we met software? En dan ga ik even snel met jullie doorheen, wat gaan we later nog een keer in de diepte mee in. Met software bedoelen we eigenlijk een reeks van algoritmes. En of je kunt ook zeggen bijna een algoritme van algoritmes. Want ik zeg een reeks van algoritmes, maar wat is een algoritme? Een algoritme, dat is dan een reeks van instructies. En die leiden tot een bepaald doel. En die kunnen bij de informatica worden uitgevoerd door een computer. Ja, dus dat is de software. Software is dus een reeks van instructies. Bevatten via software wordt een reeks van instructies uitgevoerd, leiden tot een bepaald doel. En die software die kan dus door via die hardware worden uitgevoerd. Goed, dus algoritmes, nog even daarop focussen en dan gaan we later in een andere les, les 583, ik weet niet welke, gaan we duiken verder in het vraagstuk rond algoritmes. Maar nog even dit, algoritme, wat is een reeks van instructie? Dat is duidelijk een reeks van instructie die moet door iemand ontwikkeld worden. Dus ook daar zijn keuzes gemaakt. Keuzes ten eerste van het doel. Een reeks van instructies leidt tot een bepaald doel. Ja, dus een doel is bepaald. Kijk, bij ChatGPT, wat was als voorbeeld. Wat is het doel? Een reeks instructies leidt tot een bepaald doel. Nou, als gebruiker heb je een doel. Je wil een antwoord. Je wil een antwoord is wat betrouwbaar is, wat waar is, wat ook nog goed klinkt, eventueel. Maar daarbij is wel de vraag, is dat het doel van de ontwikkelaar geweest? En ik denk, die vraag moet je hier wel stellen en kritisch over nadenken. Want ik denk dat we er niet eens moeilijk over te doen. Het doel van de ontwikkelaar van ChatGPT, van OpenAI, is om geld te verdienen. Dus geld verdienen doe je misschien door fantastisch klinkende antwoorden te genereren. En niet zozeer antwoorden die altijd waar zijn. Omdat het genereren van antwoorden die waar zijn, waarschijnlijk moeilijker zijn te genereren dan antwoorden die mooi klinken. ChatGPT is ontwikkeld uitgaande van heel veel teksten, zo hebben we gehad. En wat doet hij? Die maakt herschrijft teksten die hij heeft gekregen. Die analyseert die teksten niet op waarheidsgehalte. Die data wordt daar niet op geanalyseerd door ChatGPT. Maar de mate waarin bepaalde uitdrukkingen terugkomen. Het is een wiskundige formule die daar uitgevoerd wordt. En voor kansberekening, de kans dat een bepaald woord op die plek in die zin moet worden getoond. En zo krijg je dus een mooi klinkende tekst. En het doel daarachter is, zeg ik, is het eigenlijk om populariteit
een groot deel van de taart te krijgen in een AI-land. En uiteindelijk dus winst, geld verdienen. Ja? Dus oké, dus er worden keuzes gemaakt bij het maken, ontwikkelen van algoritme. Ga ervan uit dat een algoritme is niet per definitie objectief. Dat bestaat niet. Het bestaat wel in een rekenmachine. Een rekenmachine zijn algoritmes objectief. Daar kun je van uitgaan. Ja? En alle andere dingen niet. Want uiteindelijk zijn daar keuzes gemaakt door mensen. En mensen zijn geen objectieve wezens. Ze zijn maar deels objectief, maar ze zijn ook zeker ook subjectief. Dat is bijna de definitie van objectiviteit, subjectiviteit. Dus, okay, dus algoritmes worden keuzes gemaakt in het doel, maar ook keuzes in de logica. En wat betreft logica zijn we het niet altijd met elkaar eens. Dus de logica die gekozen wordt om tot dat doel te komen, de ontwikkelaar is ervan overtuigd dat die logica leidt tot dat doel. Eventjes een voorbeeld noemen. Logica. Kijk, voor sommige mensen, voor mij, is het bijvoorbeeld logisch dat als ik om me heen kijk, dan zie ik de natuur, dan is het voor mij logisch dat daar een intellect, een schepper bestaat die dat heeft bedacht, heeft ontworpen. Voor anderen is dat niet logisch. Oftewel, dus dat is gewoon logica, is niet wiskundig altijd juist of te bewijzen. Bij algoritmes is het ook zo. ChatGPT, nog even naar ChatGPT. De reeks van instructies, de logica van het hele brein van achter ChatGPT, dat is zelfs zo dat ze onderhand zo ingewikkeld, dat ook de ontwikkelaar het niet meer weet. En hoe kan dat nou weer? Omdat ChatGPT zelf ook een leert. En dan is maar de vraag, welke logica volgt ChatGPT? Is dat nog wel de logica die de oorspronkelijke ontwikkelaars hebben gevolgd? En wat was dan de logica van de oorspronkelijke ontwikkelaars? Weten we die nog? Die ontwikkelaars zijn misschien nu weer anderen. Maar nogmaals, ChatGPT heeft zelf, leert zelf. De taalmodel. En de logica die daar volgt, is die voor de mens nog logisch? Of is die logisch volgens de machine? De machine kan andere logica volgen dan wij als mens. Doel, de logica, en dan heb je nog de parameters. Data is de input, en die data vormen de parameters voor je algoritme. Maar dan is nog de data, en moet ook nog een weging gegeven worden aan die data. Hoe belangrijk is dataset A ten opzichte van dataset B? En dat is ook een vorm van logica. Welke keuze hebben de oorspronkelijke ontwikkelaars gemaakt? Welke set van gegevens zijn belangrijker? Nog even een tricky voorbeeld daarin. Om toch maar weer even gebruik te maken van een van de meest bizarre tijden die we hebben meegemaakt, de coronatijd. Het belang van dataset A was toen duidelijk groter dan het belang van dataset B. En dan bedoel ik, dataset A ging erom dat corona moest worden uitgebannen, mocht niet verspreid worden, moesten te lijf gaan, iedereen moest zich laten vaccineren. Dus de dataset A, die leidde tot die conclusie, daar werd meer belang aan gehecht dan de dataset B, die zei van, het is goed dat we allemaal corona krijgen, zodat we immuniteit opdoen. Dat is maar één van de voorbeelden. In die tijd hebben we dat in andere opzichten ook wel heel beleefd, dat de datasets gelabeld werden als zijnde
belangrijk en onbelangrijk. En dat is zelfs, het ging zo ver dat je op YouTube tot de dag van vandaag, misschien zelfs onder deze video straks, de video's die ingaan op het thema corona, krijg je daaronder een melding te zien van het RIVM of van een of andere instelling die beweert de autoriteit te zijn op het gebied van corona. En diegene die de autoriteit is, die heeft zich die autoriteit ingekocht bij YouTube. En die beweert daarmee de ultieme waarheid ten aanzien van dat enorme ingewikkelde onderwerp te hebben. Dus, er worden dus keuzes gemaakt. En keuzes worden gemaakt door mensen, door een bepaalde groep mensen. Zijn daarmee ook politiek gekleurd. Goed, dan komen we bij de output, leidend tot informatie. En wordt dat vervolgens geëvalueerd wel of niet? Hier in ons voorbeeld gaat het terug. Wordt het geëvalueerd in ChatGPT? Wordt het opnieuw verwerkt tot nieuwe informatie? Enzovoort. En het is hier ook de vraag. Ja, wat is de vraag? Je kunt hier nog allemaal vragen stellen. Misschien moeten we dat nu niet doen. Maar je kunt natuurlijk zeggen, zijn we tevreden? Is doel bereikt? Nou ja, als het doel bereikt is, dan zou je zeggen, zijn we tevreden? Tenzij je je doel verkeerd hebt geformuleerd. Hier stoppen we even mee, anders wordt de les weer te lang. See you. Doe je huiswerk, hè? Onder deze YouTube-video's, onder elke YouTube-video, zet ik opdrachten, vragen, mogelijkheid te oefenen, onszelf oefenen in het nadenken. Daar gaat het om. Juiste antwoorden, daar gaat het maar eigenlijk minder om. Het bewijs dat jij in staat bent om na te denken en logisch te redeneren. Tot snel.